Hallo, wij zijn Laura en Joke uit de school Wico Campus Sint-Josef van Lommel. En wij hebben het boek Congo, een geschiedenis gelezen. Het boek gaat dus over de geschiedenis van Congo van 1870 tot 2010. En het behandelt dus verschillende gebeurtenissen over de ontdekkingstocht van Stanley, de onafhankelijkheid en Congo onder Leopold II. Nog veel meer dus. Het bundelen van dit stukje uit de geschiedenis van Congo heeft geleid tot een heuse kleppen van 680 bladzijden. Maar natuurlijk wil dat niet zeggen dat het niet de moeite waard is om je eens te verdiepen in het boek, integendeel. De gedetailleerde, maar allesbehalve saaie of langdradige weergave van de geschiedenisfeiten zorgt ervoor dat het boek dus echt wel een non-fictief gehalte krijgt. Maar toch blijft het eigenlijk echt wel een sappig stukje geschiedenis. Dat echt leest als een trein. En dit is ook mede doordat er pakkende getuigenissen van dus mensen die het allemaal met levende lijven hebben meegemaakt, echt heel mooi vervlochten zijn met de historische feiten. Door deze gebeurtenissen krijgt het verhaal dus echt een hoog waarheidsgehalte. En ook de anekdotes en de eigen ervaringen zorgen voor veel sensatie in het boek. Een echte aanrader dus.